Hey lieve mensen, even een andere opening dan normaal met de vlog. Sowieso is het al lang geleden, daarvoor mijn excuses. Ik ben op dit moment de vlog aan het editen en ik kom erachter dat het eigenlijk één grote chaos is. Dus ik dacht, ik ga het even introduceren zodat jullie een beetje begrijpen wat ik allemaal aan het doen ben. De vlog begint op zaterdag, dat spreekt wel een beetje voor zich. Kel en ik gaan sushi maken, er komt in ieder geval veel eten voorbij. Daarna gaan we naar dinsdag en op dinsdag gingen wij naar Groningen toe om te kijken hoe het met de bouw ging van ons appartement in Groningen. Of nou in ieder geval verbouwing. Er zijn wat obstakels bijgekomen, dat gebeurt natuurlijk wel vaker. Dus daarom was ik in Groningen. En ik blijf dus die avond bij mijn ouders slapen, omdat ik de volgende dag op woensdag de winnaresse van de Lovis winactie via mijn Instagram ging bezoeken. En de cadeaus ging rondbrengen. Het is een beetje een chaos. De volgende keer zou echt... Ik schaam me gewoon bijna voor deze vlog. Hopelijk heb je er wat aan. Er komt in ieder geval veel eten voorbij. Wat outfitjes. Maar dit zal niet weer gebeuren. Het voelt een beetje alsof ik me nu aan mijn werkgever of mijn docent... vertel dat mijn hond mijn huiswerk heeft opgegeten. Maar ja, dat is een beetje de rode draad van de video. En dan wens ik jullie nu heel veel kijkplezier. En ik beloof je dat de volgende vlog beter wordt en weer leuker wordt. En dat ik er weer alles in gooi wat ik heb. Oké, hele dikke kus van mij. Een hele goede middag. Het is zaterdag. De datum heb ik geen idee van. Het is in ieder geval 1:30. Ik heb me klaargemaakt. Vanochtend heb ik gewoon lekker tv gekeken. En ik heb de hele dag geen plannen. En dat vind ik zo heerlijk voor een zaterdag. Maar ik denk dat jullie dan ook wel weten dat die vaak dan wel weer een soort van volgepland staat met klusjes zoals opruimen, pakketjes retourneren. Ik wil even... alle claimen voor het goede doel verzamelen. Vaatwasser. Kel is nu even lunch met iemand en die komt straks terug. En ik zei misschien is het wel leuk om even iets samen te doen. Ik wil samen vanavond lekker gezellig samen sushi maken. Dat eigenlijk. En ik ga nu even een lunch maken. En gisteren hebben we de amazing hamburger uit mijn boek gemaakt. Maar er zijn nu al wat restjes van alles in. We hebben nu bacon en cheddar kaas en weet ik het allemaal. Dus misschien ga ik even... Een dikke broodje maken. Dit is mijn havermout van vanochtend. Ik eet eigenlijk nooit los bacon. Maar ja, voor de burger kan het, is het eigenlijk onmisbaar. Maar ja, we moeten niet iets dingen weggooien. Dus ik ga broodje maken met bacon, scrambled egg en avocado. En dan doe ik nu het broodje in de oven. En terwijl het broodje in de oven zit, moet ik eigenlijk wel de vaatwasser uitpakken. Oké. Ik heb dus helemaal geen zin om pakketjes te gaan retourneren. Dus ik ga even wat anders doen, namelijk al deze kleding in zakken doen. En dan verkoop ik dat via Selfie. Ik verdien er niks aan, zij verdienen er niks aan, want alle opbrengsten gaan naar het goede doel. Ik heb de vorige keer 1000 euro opgehaald, maar ik ga alles overmaken als ik ook dit heb verkocht. Dus dan kan ik een mooie... check maken. Dit is de status. Het is niet dat ik het allemaal niet meer leuk vind, maar ik heb gewoon geen plek meer. Zes zakken vol. Het enige is, ik mis 3 van die DPD stickers. Ik denk dat ik ze gewoon ben kwijtgeraakt of whatever. Maar ik kan ze echt niet vinden. Dus ik moet even vragen of ze nieuwe kunnen opsturen. En dan kan ik ze brengen naar een punt. Dan moet het goed komen.
Zodra deze kleding online staat, hou ik jullie even op de hoogte. Ja, dat. Ik zou vanmiddag leuke dingen doen met Kel, dacht ik in ieder geval. Ik had nog gevraagd van, hey, heb je zin om wat gezelligs te doen vanmiddag? Whatever, of gaan we samen schoenenrekken halen? Ik wil sushi maken vanavond, maar de mond is druk of ik weet niet wat hij allemaal aan het doen is. Dus hij reageert niet, dus ik ga zelf op pad. Ik wil eigenlijk even ergens een schoenenrek halen. En ik zie wel dat in de IKEA Amsterdam alles op is. Maar ik ga zo even online checken. Anders ga ik wel even naar de Limbakker of zo. Waar hebben ze dat? Ik heb gewoon, als ik een uur bestel, dan duurt het weer eeuwen voordat je het binnen hebt. En dan kan ik het gewoon vandaag even afvinken. Ik heb trouwens vandaag dit blouseje aan van de Guts & Gusto. Maar is van vorig jaar. En ik heb een leren legging aan van Most Wanted. Die is wel nieuw. En sneakers van Nubik. Voor als er vragen over komen. Kijk, niet echt bijzonder. Maar dit is het outfitje van vandaag. Vorige keer toen ik in de auto filmde was er echt een super raar... Of ik ging... Oh, het gaat regenen. Dat is echt een teken. Maar toen was er echt zo'n hele gekke... Ja, het ging zo... Dus daar moet ik nu even op letten dat dat niet nog een keer gebeurt. Nou, Boema zou om 1 uur een uurtje lunchen. Het is nu 3 uur. En hij zegt nu net, ja, maar kom er echt aan, ik wacht op de rekening. Nee, ik ga gewoon zelf. En ik heb besloten, ik ga naar de Jisk. Dan kan je dan gewoon zeggen, nou, adieu. Nou, zeg de pleuris. Ik ga naar de Jisk, want daar waren nog betere schoenenrekken op voorraad. Dus daar ga ik heen. Wat is dit? Wat is dat? Oké, in mijn boek staat een kip sushi gerecht. Maar we gaan ook een kijken of we met garnalen kunnen frituren. Een met grote zal en zoetwatergarnaal. En een met mango en sandflakes. Kunnen we ook nog iets met beef proberen? Wat wil je? Beef. Beef. Je hebt toch ook vaak beef? Beef. Nee, beef. Beef. Beef, gemarineerde beef of zo. Oké, we moeten even googlen. Ja. Oké, nou, als het goed is hebben we alles gehaald wat nodig is. Sushi-matjes en natuurlijk nori-dingen. We gaan deze maken. Verder gaan we een met gevermeerde zalm maken. Dus ik heb even van deze gehaald. En we hebben zalmhaasjes. Ik heb al een met beef. Toen heb ik deze gevonden. Dus daar heb ik ook alles voor gehaald. En natuurlijk een dragon roll. Kan ook niet ontbreken. Dus we gaan ook garnalen frituren. Een ossenhaasje gaan we ook flamberen. En hier alle... sausjes, toppings, van zalmeitjes. En die moet allemaal nog even gesneden worden. Die moet ik even ontdooien. Sushi rijst. Nou, de katten mag natuurlijk ook wat lekkers. We gaan het zien. Oké, hier hebben we wat groentevullings. Nu gaan we deze maken. Hier ligt al de zalm. De rijst. Daar hebben we de kip teriyaki, de andere garnaaltjes. En daaronder is nog een beef. En dan de toppings. Wajo, wajo, wajo. Zo vind ik koken ook leuk als je gewoon met vuur mag spelen. Dit vind je leuk, hè? Ja, zoals je niet van koken houdt, koken gas branden. Holy shit, we hebben hier beef, tempura shrimps, dit zijn ook tempura garnalen met mango, dit is met zalm eitjes, dit zijn normale garnalen met mango en wortel. Ja, en hebben we hier zalm nigiri en hier nog kip teriyaki, woehoe! Hier zie je het, allemaal bij elkaar, niet te doen. Unbelievable. Yes. Het lijkt echt op een slagveld. Het lijkt alsof we niks hebben gegeten, maar we zitten zo vol.
Zo vol. Dat is echt veel. Het is zoveel. Kijk, oh, zo lekker. Waarschijnlijk als ik aan het editen ben, denk ik, oh my god, zo lekker. Een hele goede morgen. Het is inmiddels dinsdag, dus we zijn even vooruit in de tijd gegaan. Ik dacht, ik vlog nog even mee, want volgens mij heb ik niet zoveel gefilmd. Ik had ook vrij weinig gedaan op zich. Zometeen moeten wij naar Groningen voor een afspraak voor de verbouwing van ons appartement. En ik dacht, dit kan wel achteraan, want we hebben nog allemaal restjes eten over van het maken van de sushi. En dat ga ik natuurlijk niet weggooien, dus ik ga er een salade van maken. Dus ik ga even alles erbij pakken wat we nog over hadden. We hebben deze salade nog over van de burgers. Hier zit komkommer ingesneden. Hier gesneden mango. Wat kiemgroente. Nou, dat zit zo. En natuurlijk nog een salade-ui en wortel. Dus we hebben even een kippetje gekocht. Die ga ik even lekker bakken in teriyaki saus. En dan maak ik er een salade van. Het was heerlijk, al zeg ik het zelf. Ik geef mezelf even een schouderklop. Oh ja, ik zal even laten zien wat ik aan heb vandaag. Het is een beetje blauw. Deze trui is van Lovies. Die heb ik ook in het zwart en in het roze. Dus vind ik fijn. Deze jas is van Naked en deze broek is van Mango. Deze sloffen zijn van Shabby's, maar ik doe die sneakers aan. Ik ga even mijn spullen pakken voor een nachtje logeren. En ik had gewoon vandaag vrij in mijn agenda gezet. Want ik wist niet hoe lang de afspraak zou duren. Ik moest nog wat dingen regelen. Maar ja, nu blijf ik in Groningen slapen. Omdat ik morgen toch in het noorden moet beginnen. Omdat ik de logische in actie ga weggeven. Echt een goed verhaal weer dit. Ik ga even slaapspullen pakken. Zo, ik ben in Loppersum. Daar wonen mijn ouders. En ik ga even naar de supermarkt om lunch te halen voor mijn paps. Want mijn paps is thuis. En dan eet hij weer gewoon dat broodje kaas. Dus we gaan even wat lekkers maken. En daarna moet ik vandaag 6,5 uur auto rijden. Ik vind het heel leuk, want het is de winactie van Lovies. Dus dat vind ik natuurlijk heel leuk om persoonlijk rond te brengen en zo. Maar non-stop 6,5 uur in mijn eentje alleen rijden. Ik vind dat best wel veel. Dat heb ik echt ook nog nooit gedaan, zoveel. Dus ik ga even wat eten halen voor in de auto alvast. Ik wilde eigenlijk platbrood maken, die uit mijn boek. Met beleg en zo. Alleen, ze hebben hier geen platbrood, dat is een kleine supermarkt. Dus ik heb nu Turks brood en daar ga ik verschillende toppings op doen. Dus dan snij ik ze gewoon in stukjes door de helft. Kleine hapjes. We hebben ham met aioli, oude kaas met pesto spread en dan hebben we nog deze tonijnsalade met rucola. En die is geïnspireerd op deze. Tijd om te gaan. Oh, het is steak-out in mijn auto. Ondertussen ben ik even aan het bellen voor nieuwe blogposts voor op de website. En ik denk maar net, ik wil nog even online zetten dat het nieuwe receptje op de website staat. En dan moet ik me ook nog even installeren. Ik heb krentenbollen gehaald. Dit gaat ook echt alleen maar over eten. Chocoladekoekjes. Sultana's. Ik pak altijd deze grote flessen water. Die vind ik fijn om te drinken. Nou, ik doe gelijk dit hierin. En ik heb ook een Activiaatje. Als ik even ergens anders zin in heb. En natuurlijk een blikje Red Bull Light. Daar ga ik er nog wel zin in hebben. Even kijken. Nou jongens, ik ben er. En ik denk dat ik het altijd net zo ongemakkelijk vind als jullie die de deur open doen. Dan denk je, ja. Dan zeg je, hoi, nou, ik kom het brengen. En soms zeggen ze, oké, dankjewel. En doei.
En dan heb ik ze gewoon 2 uur gereden. En denk ik, doei. Maar ja, ik hoef daar ook niet de hele avond te gaan zitten of zo. We gaan het zien. We gaan zien wat het wordt. Ik moet even kijken welke ik moet hebben. Welke naam. Oké, update jongens. Ik sta even stiekem om het hoekje, want ik ben net klaar. Maar echt, ik kon mijn camera wel meenemen. Wat een lieve mensen was ik net. Ik was bij Rosanne. En bij haar ouders, haar broers, schoonzus, ja, oma. Nou, het was zo gezellig. Ik heb lekker een kopje thee gehad. Echt. En ze was zo blij. Ik vond het zo leuk. Dus ik ga nu snel naar de volgende adressen. Maar ik loop nu al achter. Maar het was echt heel leuk. 8:30, ben thuis. Ja, ik vind het zo heftig om bij die mensen een camera in hun huis te filmen. Dus ik dacht, ik plak even de foto's erin van de mensen bij wie ik ben geweest. Echt allemaal zulke lieve mensen. Ik heb zelfs Friese koek meegekregen. Dat is echt heel leuk. En ik hoop nu, ik kan zo een pizza voor me halen. Heb ik het gedaan? Ja, zeker dat hij dat gedaan. Die ga ik erin doen. Ik ga lekker chillkleding aantrekken. En op de bank met een wijntje. Ik vind dat ik een lang genoeg dag heb gehad. En ook de eerste keer dat ik zo lang heb gereden eigenlijk. In mijn eentje, achter elkaar. Waardoor de tussenstof zat, maakt het dan toch wat aangenamer. En alle fijne mensen, dat maakt het toch wat fijner. Oké.